There's a lot of things I want back. There's a lot of me I don't like. But I call just as I am to you. And I know just what you're gonna do. When I need grace, it's all my fault. You never push me away. When all my bridges have been burned, you make another way. When everyone is leaving, I can see that you're the one who sticks around. Everything I'm needing, I can see it. You're still the one who's reaching out. When I need grace, afraid to run. You don't hold back, you don't hold back, not ashamed of the things I've done. You don't hold back, you don't hold back, your love is not afraid to run. You don't hold back, you don't hold back, not ashamed of the things I've done. I need grace. Yeah. When I need grace, like we walking around with bad breath, and everybody knows it but me. And we busy with our neighbors, we're popping off to strangers. We tell them see you later next. You and me, we disagree, but it doesn't mean, it doesn't mean we can't love each other. Back to the basics, where love is invasive, yeah. It's the greatest, it's the greatest. Back to the basics, where love is invasive, yeah. It's the greatest, it's the greatest. Stop building these fences, stop mending these fences. And love like Jesus, the greatest. Stop building these fences, stop mending these fences. Love like Jesus did, that's the greatest, yeah. Yeah. So what about the real ones, who in and out of season, they love without a reason? Why? Maybe nothing makes sense no more. Maybe we can open up locked doors. Maybe we can be like the Lord. Listen up, slow down. Take a pause, put your guard down. Love each other. Back to the basics, where love is invasive, yeah. It's the greatest, it's the greatest. Back to the basics, where love is invasive, yeah. It's the greatest,
places. Love like Jesus. That's the greatest. Stop building these fences. Stop mending these fences. Love like Jesus did. That's the greatest. Yeah. Back telling me that I'm ready to grab the wheel and take control, but I'll crash if I don't let myself let go. You put the X on my faded map, draw me a line back to where you're at. Patient when I try to move too fast. I get this feeling in my spirit when I'm low. Compass in my soul, saying, child, come on back now. You've been gone too long. Let me lead you back where you belong. Right next to me. Right next to me. I've been captive by the plans I try to make. Yeah, I've been selfish. 'Cause callous hearts, they die hard like habits. I know I gotta break. Ain't it good to know that help is on the way? In my soul, saying, child, come on back now. You've been gone too long. Let me lead you back where you belong. Right next to me. Oh, oh, oh. You know I tried to do it on my own. Oh, oh, oh. You say it's time for me to come back home. Right next to me. Feeling in my spirit when I'm low. I hear it calling like a compass in my soul. Saying, child, come on back now. You've been gone too long. Let me lead you back where you belong. I get this feeling in my spirit when I'm low. Steady through emotions, I can be so up and down. I'm trying to find my focus when my mind is spinning round. Maybe I don't need to know how he's gonna work it out. Gotta put my faith in him, trusting he's at work right now. As I am still with you. In every situation, God, you've always seen me through. Maybe what's impossible only seems that way for now. Gotta put my faith in him, trusting that he'll turn it around.
because if you know, you know. On the highway, every day moving so fast, taking all the wrong ways out. Never saw you coming, stopping me in my tracks, keeping me from the long way down. Doesn't matter just how many times I tried, there could only be a single reason why. So tell me. Some will say it's magic, but I know that you did all that. You're the reason, there's no doubt. Doesn't matter just how many times I tried, there could only be a single reason why. So tell me. I don't hear it goes, just happen like that, happen like that, happen like that. You can see the stars align, but I know that it's more than time. Just happen like that, happen like that, happen like that. Right before I hit the ground, son, all you came along and found me. Right before I hit the ground, son, all you came along and found me. There's no doubt when I feel your love, call me crazy and out of touch, but I know that it's from above. Tell me. I don't hear it goes, just happen. See the stars align, but I know that it's more than timing. I don't hear it goes, just happen like that, happen like that, happen like that. Right before I hit the ground, so how you came along and found me. You can see the stars align, but I know that it's more than timing. Before I hit the ground, so are you came along and found me? I was searching for a better way, lost without a reason for.
Thank you.
there ain't no grave gonna hold my body down. If you walked out of the grave I'm walking to, if you walked out of the grave I'm walking to, hey, hey, if you walked out of the grave I'm walking to, if you walked out of the grave I'm walking to. Wat heten wij jullie fantastisch welkom hier op de paasviering van City Life Church Leuven. Wij vieren dat Jezus vandaag leeft. En we mogen dat vieren door te zingen en Hem groot te maken. Welkom! Burning brighter and brighter, and standing forever. The church He is building, nothing can stop it. It's a city that's shining, a light in the darkness. Nothing can stop it. Crying.
Seals of promise, your buried body.
Overlopen van zijn eer. Mijn hele wezen beroemt zich op hem. Laten alle die bij hem horen zich verheugen. Laten wij samen de Heer groot maken en zijn naam eren en prijzen. Oh, praise. Staan. Vrolijk Pasen, iedereen, Jezus leeft. Qua, laten we hem een applaus geven. Hij verdient alle eer. Hij is de hoogste Heer. Jezus leeft. En in hem is de overwinning. Jezus, we prijzen u voor wie u bent. Jezus, we aanbidden u. U komt toe alle eer, Heer. U bent de grootste, u bent de hoogste. Jezus, u hebt de dood overwonnen. Dat is wat we vandaag vieren. Dat is wat we vandaag uitspreken. Heer, dat is wat we vandaag over zingen. Dat is wie we zijn als christenen. U bent opgestaan. Het graf is leeg. En heel City Life Church Leuven zij samen. Amen, amen, amen. Vrolijk Pasen, iedereen. Welkom in de kerk.
Hey, super dat je er bent. Welkom, welkom, welkom. Geef je buren een high five. Zeg welkom tegen je buur. Leuk dat je er bent. Het is goed om in de kerk te zijn. Full house vandaag, een volle zaal. Je hebt de juiste keuze gemaakt om vandaag hier te zijn, om met ons te vieren. Niet zomaar iets, maar de boodschap der boodschappen, het verhaal der verhalen. Dat we niet alleen zijn, dat God heeft ingegrepen. Hij is goed, hij is bij ons, hij is hier, de overwinning is aan hem. Hey, leuk dat je hier bent, ook als je voor het eerst bent. Welkom, sit back and relax. We willen niks van jou, we willen iets voor jou. God wil iets voor jou vandaag. En we hebben samen gezongen, we gaan zelfs luisteren naar een verhaal van iemand. We gaan zelfs luisteren naar een input over Pasen, wat het Paasverhaal wil zeggen. Dan gaan we nog een beetje zingen en we gaan straks gezellig nog samen koffie drinken. Dat is een beetje hoe vandaag er gaat uitzien, maar leuk dat je er bent. Als je mij niet kent, mijn naam is Yannick. Samen met mijn vrouw Christine zijn we de pastors hier, de voorgangers hier. We zijn een kerk die van mensen houdt en die van God houdt. En dat is alles wat we doen. Dat is alles wat we willen zijn. We zijn samen onderweg om meer en meer van mensen te houden en van God te houden. Dat is waar we passie voor hebben, enthousiast voor zijn. We hebben een mooi programma vandaag. Ik heb er zin in. Ik heb een moeilijke week gehad, maar ik ben hier en ik ben blij om hier te zijn. Ik ben enthousiast. We vieren Pasen vandaag. Het is een feest vandaag. En dat is wat we samen doen. Ik heb een fluit. Ik sta op de verkeerde plek, denk ik. Hey, ik denk dat we even naar de schermen gaan kijken eerst. En dan gaan we horen van Christine en van Ronnie Sams. Goedemorgen ook van mij uit. Ik mag deze ochtend supergoed beginnen, want ik mag op de koffie met Ronnie. Wie is er jaloers? Ik ben hier netjes koffie mee. En ik heb ook nog speciaal iets meegebracht. Zoetjes. Geen koffie voor Ronnie zonder zoetjes, dus dat is ook in orde. Daar is aan gedacht. En wij mogen vandaag gaan babbelen over Pasen. Ziet je het zitten, Ronnie? Dank u wel voor de uitnodiging. Voilà. We gaan een beetje zo zitten dat de mensen ons ook kunnen zien. Maar, Pasen. Maar eerst wil ik u kort even voorstellen, want wij kennen elkaar al een tijdje, maar sommige mensen die hier zitten, kennen u nog niet. Hebt u al geproefd trouwens of het goede koffie is? Dat is ook wel belangrijk als we koffie drinken samen. Wel, vrolijk Pasen. Voilà. Geen Pasen zonder goede koffie. Straks trouwens ook opnieuw in het CRC-café. Ronnie, moet mij verbeteren als ik het fout zeg, maar Ronnie is al meer dan 40 jaar getrouwd met Yvonne. Inderdaad. Heeft 4 volwassen kinderen, 8 kleinkinderen al. En ook deel van het kernteam van onze kerk. En ik heb 3 woorden meegebracht om u voor te stellen. Je mocht daar kort iets over zeggen. De eerste hebben we eigenlijk al een beetje geïntroduceerd. Koffie. Koffie heb ik leren drinken door de Nederlanders. Zijn hier Nederlanders in de zaal? Dank u wel. Ik heb van jullie leren koffie drinken. Heel goed. Geen meeting, zelfs bij avondeten drinkt Ronnie graag koffie. Dus niet te schatten. Ik zal u niet vragen hoeveel je op een dag drinkt. Dat mocht je zelf vragen. Tweede woord is tuin. Mijn hobby is tuinieren, dus groenten kweken. En momenteel kunnen wij al spinazie plukken,
sla eten, tuinkers en zo verder. En wie een tuinman is, die weet dat dat heel vroeg is. Dus ik geniet ervan. En in de tuin kan ik mijn hoofd leegmaken en kom ik volledig tot rust. Yes, het is ook heel leuk om met Ronnie een wandeling te gaan maken in de natuur. Want hij heeft dingen gehoord, hij heeft dingen gezien die je zelf niet gezien hebt. Ja, zelfs ijsvogeltjes zitten in onze tuin. Voilà, inderdaad. Het laatste woord dat ik heb is stroobal. Of pak stro. Ja, een pak stro. Een heel verhaal. Wat gaat daar? Ja. Waarom hoort dat bij uw verhaal? Dus mijn vrouw en ik zijn ongeveer 45 jaar geleden samen tot bekering gekomen. En wij hebben dat beleefd vanop een pak stro. Dus letterlijk, hè? Ja, op een pak stro, s'nachts in de zomer van 1979. Toen was ik er nog niet. Nee. Dus op een week tijd hebben ongeveer een tiental Nederlanders, en daarom ben ik de Nederlanders dankbaar, niet alleen voor de koffie, maar dat ze mij ook het evangelie hebben uitgelegd. En we hebben ongeveer op een week tijd door 10 Nederlanders het evangelie, 10 verschillende Nederlanders het evangelie gehoord. Dus je moet weten dat je eigenlijk, als je aan iemand het evangelie uitlegt, dat je maar een deel van de schakel bent. Dat je een schakel bent in de ketting. En wij zijn die Nederlanders heel dankbaar. Dus er waren jonge mensen bij, oudere mensen bij, maar heel dankbaar dat zij ons het evangelie hebben uitgelegd. Ja, en dus op die stroobaal was het aha-moment. Ja. Voor jullie allebei? Ja. Ja, heel bijzonder. We wouden hier eerst nog een stroobaal halen, maar dat was zoveel rommel. Dus we hebben gekozen voor paastakken. Alright, maar we gaan niet alleen over u praten. We willen over Pasen praten en over wat Jezus gedaan heeft voor ons. En met Pasen vieren we dat Jezus heeft geleefd. Jezus is aan een kruis genageld, maar na 3 dagen geloven we als christenen dat hij opnieuw is opgestaan. Inderdaad, amen. En ik wil eens aan u vragen. We vieren dat vandaag, we gedenken dat. De opstanding, het feit dat Jezus is opgestaan uit de dood, wat betekent dat voor u? Dat is heel, voor mij heel duidelijk en heel levend. Dat is niet, voor mij is Jezus geen persoon, een geschiedkundig figuur dat heel lang geleden geleefd heeft. Maar vandaag, hij is de persoon, hij is God die naast mij wandelt. En ik weet, hij heeft heel veel beloftes gegeven, waardoor wij mogen wandelen met hem. Dus hij leeft, hij wandelt als het ware naast mij. En ik mag alles tegen hem vertellen. Dus hij leeft, hij is God in de persoon van een mens. Hij is mens eigenlijk is hij God. Dus, en ik mag hem alles vertellen. Alles wat er in mijn leven gebeurt. Mooie dingen, moeilijke dingen, alles. En voor mij leeft hij. En als we bidden, dan gebeurt er iets. Vanmorgen hebben we nog gebeden voor Christine, want die was ziek. En we hebben gebeden voor haar en ze is hier. En God heeft antwoord. Als je bidt, geeft God antwoord. God leeft. En dat ervaar ik. Die kracht die God geeft aan mij elke dag, dat ervaar ik. Dat is niet iets waar een ander over zegt. Dat ervaar ik in mijn persoonlijk leven. Supermooi. We hebben een vers dat op het scherm gaat verschijnen. In Filippenzen 3 staat, al wat ik wens is Jezus te kennen en de kracht van zijn opstanding te ervaren. Je hebt het al een beetje verteld hoe dat in uw dagelijks leven is. Kunt je ons nog eens een voorbeeld noemen? Hoe is die opstandingskracht, hoe was dat aanwezig toen je God pas leerde kennen? En daarna, hoe is dat ook aanwezig in uw dagelijkse leven? Hoe ervaart je die kracht echt in u? Mijn vrouw en ik samen, wij doen heel veel dingen samen. We zijn een soort tandem. Hè? Dus vroeger reden we veel op de tandem, we zijn een soort tandem, we werken veel samen. Maar we beleven ook veel samen. En vooral in moeilijke situaties hebben wij heel duidelijk zijn kracht ervaren. Dus een voorbeeld, ik kan u verschillende voorbeelden aanhalen, maar één voorbeeld, en daar zijn verschillende van ons in de kerk getuigen van, of van horen zeggen, dat onze zoon Simon overlaatst een heel zwaar ongeval gehad heeft en dat hij in levensgevaar was.
Dus wij kregen 's morgens vroeg de politie aan de deur. Dus we werden wakker gebeld. En we hebben een glazen deur. Dus ik kom van de trap af en ik zie de politie staan. En wat doe je dan als je dat ziet en je komt uit je bed? Wat doe je dan? Ik heb het eerst aan de Heer gegeven. Voordat ik de deur open gedaan heb, heb ik eerst gezegd: Heer, Gij weet wat er aan de hand is. Gij weet wat er gebeurd is. Ik geef het aan U. En ik heb het al afgegeven voordat ik gehoord heb wat er gebeurd was. En zo zijn er verschillende dingen in ons leven gebeurd dat God voorziet. En we hebben daarna de hele kerk ingeschakeld om te bidden. En God heeft geantwoord, Hij heeft hem eruit gehaald. Dus hij is weer gezond en wel onder ons. Dus en dankzij jullie als kerk die met ons leeft, en wij ervaren jullie als familie. Wij ervaren het echt. Ik zeg altijd, we are family. Ik ervaar het echt, want ik ervaar dat als je bidt en vertrouwt in moeilijke omstandigheden, dat God je eruit haalt. Dat God een oplossing geeft. God weet al lang de oplossing, maar jij nog niet. Maar geef het uit handen. Vertrouw op Hem. En dit hebben we niet één keer ervaren, maar heel veel verschillende malen. Dus dat is nu een voorbeeld, omdat jullie er ook bij betrokken waren. Dus. Ja, heel mooi voorbeeld. En ik, op Sanningskracht, dat kan zo klinken, Christen, maar jij vertelt net, nee. Het is net in die moeilijke momenten dat we mogen steunen op Jezus' kracht in ons. En dat is heel mooi. En dat ziet er ook soms uit met tranen. Ik heb de worsteling ook gezien als dat nieuws pas kwam. En dat is niet makkelijk. Maar we mogen nu wel de andere kant zien. En dat is prachtig. Jij hebt je Bijbel open gedaan, want je wilt nog iets voorlezen. En Ronnie vertelde mij net, ja, ik schrijf in mijn Bijbel zo'n afkorting. Hoe was die afkorting? Ja, overal waar ik lees over de opstandingskracht, de kracht die God aan ons geeft, dan schrijf ik daarnaast OSK in potlood. Dus OSK? OSK, opstandingskracht. Dus, maar het is niet alleen dat. Hij is ook degene die levenskracht geeft, die genezingskracht geeft, die de scheppingskracht geeft. Dus we hebben een levende God die naast ons wandelt. Maar overlaatst was ik aangesproken, we zijn bezig door de Filippenzenbrief aan het gaan en bestuderen. En ik was aangesproken door het volgende, dus dat weer ons oproept om bepaalde dingen te doen. Er staat, leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen en die de mensen het woord voorhouden dat het leven geeft. Dus wij zijn licht en wij zijn zout en wij mogen schijnen. En zien de mensen aan ons dat Jezus leeft in ons? Zien zij dat aan ons? En we mogen mensen het woord voorhouden. Het woord dat leven geeft. Ja, de Bijbel die vol verhalen staat, vol met verhalen van hoe God gewerkt heeft en het ook nog gaat doen. Dus OSK, ik hoop dat je daar ook mee naar huis gaat, dat je nu anders naar de wereld kijkt, of als je in de Bijbel leest, zoek naar opstandingskracht. Want Pasen, het feit dat Jezus leeft, is niet zomaar een gebeurtenis die we gewoon willen gedenken of vieren, is een kracht die we nu mogen ervaren. Ja, dat is wat we in het vers gelezen hebben. En dat is heel mooi. Heb je nog een voorbeeld voor ons? We houden van verhalen. Ik denk dat is wat mensen onthouden. Nu trouwens, ik ga nog eens van mijn koffie drinken, want anders wordt die koud. Roddy is te druk om zijn koffie te drinken, dus hij is helemaal into. Heel goed. Dus voor onze bekering was Jezus Christus voor mij een Bijbelse figuur die lang geleden geleefd heeft. En toen wij een keuze gemaakt hebben om Jezus te volgen, we hebben een stap voorwaarts gezet en we hebben gezegd tegen God, kom in ons leven,
We willen jou in ons leven hebben. We willen u volgen. En dan werd Jezus levend voor ons in de persoon en in ons dagelijks leven. Wij mogen hem dus alles vertellen. Ik kan u verschillende voorbeelden geven, maar ik ga dat nu niet doen, want dan gaan we over onze tijd gaan. Ja, maar dus, straks zijt je ook in CLC Café. Voilà, als voilà. Mensen nog een verhaal willen horen, dan kunt je babbelen met Ronnie en trouwens met heel veel mensen. Straks na de dienst, daar gaan we heel hard van genieten. Goed, heel erg bedankt om koffie met mij te drinken en iets te delen over de opstandingskracht van Jezus in uw leven. We gaan zo dadelijk luisteren naar Yannick en hij gaat vertellen over wat de Bijbel zegt. En hij gaat daar op verder. Een Pasen, de opstanding van Jezus, is niet zomaar een gebeurtenis in het verleden, maar is ook een kracht die we vandaag kunnen ervaren. Meer daarover zo dadelijk, maar we gaan eerst nog... Voilà, inderdaad. Goedemorgen nog eens. Hey, we lezen, we vieren, we herdenken, we duiken in het paasverhaal deze week. En ik wil je aanraden om dit weekend net dat te gaan doen. Zet tijd apart om dit bijzondere, echt letterlijk en figuurlijk ongelofelijke verhaal te gaan lezen. Het is een verhaal dat zoveel miljoenen mensen heeft veranderd, dat maatschappijen op zijn kop heeft gezet, dat onze maatschappij heeft bepaald en de waarden die wij uitleven, de dingen die wij belangrijk vinden. Als je geen Bijbel hebt, spreek ons aan straks, we delen ze gratis uit, we willen niks van jou. En dan kun je meelezen. In alle vierde evangeliën staat dit verhaal opgelijst. En Christine heeft al gezegd, we geloven dat de opstanding niet alleen een gebeurtenis die we vieren. Het is een gebeurtenis die we vieren, maar het is zoveel meer dan dat. En ik hoop dat ik jou vandaag kan meenemen, kan overtuigen in net dat. Dit is niet zomaar een verhaaltje, dit is zoveel meer. Dit is een kracht om in te leven, een overwinning om te gaan ervaren. Maar we vieren ook wel die gebeurtenis vandaag. En misschien zit je hier bij een christen of nog niet christen en denk je van hoe is nu zoiets mogelijk? En dan denk ik, dan zitten we op één lijn, zou ik zeggen. Dan zitten we op één lijn. Ik kan soms ook heel sceptisch zijn of nadenken. En ik ben zelf opgeleid als medisch wetenschapper. Dus het is ontzettend onmogelijk wat daar gebeurd is. Maar ik ben ook als wetenschapper getraind om te gaan kijken naar wat er dan echt gebeurd is en wat de feiten zijn. En ik zie het getuigenis van een aantal vrouwen die als eerste gaan getuigen, die als eerste gaan vertellen aan die groep mensen, aan die leerlingen, dat dit gebeurd is. En helaas in die tijd, godzijdank is het vandaag anders, was het getuigenis van een vrouw helemaal niks waard. Dus als je dit verhaal zou verzinnen, dan is er geen enkel mogelijke denkbare piste dat je dit zou laten getuigen, vrouwen getuigen daarvan zou laten zijn in die tijd. Gelukkig is het vandaag anders, maar de discipelen hebben hun leven gegeven. Ze hebben hun leven opgegeven. De meesten zijn een verschrikkelijke dood gestorven. En dan denk je van, als zij dit verzonnen hadden, waarom zouden ze dan op zo'n manier hun einde gekend hebben en hier op aarde? En het is niet zomaar iets dat zij verzonnen hebben. Een van de vier evangelisten die het verhaal opschrijft, en een latere schrijver, Paulus, die heeft het over ooggetuigen.
En zegt daarmee eigenlijk van, hey, ga maar op zoek, ga maar kijken, ga maar vragen. Er zijn mensen die het gezien hebben. Niet één of twee mensen, niet één groep mensen, nee. Groepen mensen op verschillende locaties, onafhankelijk van elkaar, die kunnen getuigen. En vandaag kunnen wij dat niet meer nachecken, helaas, maar die ooggetuigen waren er. En er is geen andere verklaring dan dat waarom het christendom zo ontploft is. En de grootste boodschap die zoveel verschillende mensen, miljarden mensen van over achtergronden, talen, culturen, zo veranderd heeft tot in het diepste van hun zijn, zo'n hoop gegeven heeft, zo veranderd heeft, zo getransformeerd heeft. Ik heb gelezen, ik heb gezocht en ik ben tot de conclusie gekomen dat er 2000 jaar geleden, dat die man echt uit het graf is opgestaan. En als dat echt gebeurd is, als ik tot die conclusie kom, dan kan het niet anders dan dat zijn woorden, dan alles wat hij gedaan heeft, dat dat niet alleen een impact had op toen, op wat er toen gebeurd is, in die context, in die tijd, maar dat het een effect heeft op hier en nu. Dat het niet zomaar woorden waren voor toen. Dit is zo krachtig. Dit is, zet zo dingen op zijn kop. Dit is een overwinning om hier en nu ook te ervaren. Paulus schrijft in een brief aan een kerk in Rome. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, als die geest in u woont, dan zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest. En als je er nog aan zou twijfelen, zegt Paulus nog eens, die in u woont. Een kracht om te ervaren. Heel veel mensen zijn niet op zoek naar argumenten, naar een vijfstappenplan richting geluk. Nee, we zijn op zoek naar iets echt, iets dat kracht heeft. Iets dat wortels kan hebben in ons leven. Iets dat we op kunnen bouwen, een fundament waar we mee verder kunnen in ons leven. En dat is net dit. Oh, de opstanding is niet gewoon iets dat we zomaar vieren. Het is een kracht die ook jij kan ervaren. Vandaag misschien voor de eerste keer, vandaag voor de 100ste keer. Het is een kracht die jij kan ervaren. En er zijn drie ontmoetingen van Jezus na zijn opstanding. Drie ontmoetingen die ons laten zien wat die overwinning, wat die kracht nu eigenlijk betekent. We hebben het al gehoord van Ronnie, wat dat in zijn leven betekend heeft. Er zijn verhalen van een hele zaal vol mensen in wie dit verhaal een diepe impact heeft gemaakt, een leven veranderd heeft. En het eerste verhaal is het verhaal van Maria. Daar zien we dat de opstanding de overwinning betekent over lijden, over pijn, over verdriet. We zien Maria. Maria bleef huilend bij het graf staan en terwijl ze huilde, keek ze naar binnen in het graf. En dan staat er dat Maria het graf inkomt en dat het graf leeg is. En zij denkt dat ze hem hebben weggenomen, zijn lichaam hebben weggenomen en ze draait zich om en dan staat er, ze zag iemand staan. En het was Jezus, maar Maria wist niet dat hij het was. Ze was zo in rouw, zo in verdriet. En Jezus vroeg haar, waarom huil je? Wie zoek je? En Maria kent haar nog niet en Maria denkt dat het de tuinman is van de tuin waar het graf was. En dan zegt Jezus nog eens, Maria. Hij noemt haar bij naam. En Maria ging naar hem toe en zei, Rabboni. En Johannes de schrijver fluistert ons toe, dat is Hebreeuws en dat betekent meester. Maria's verdriet, Maria's rouw, Maria's lijden wordt omgedraaid door de opstanding en Maria krijgt nieuwe vreugde. In de opstanding is er nieuwe vreugde. En ik geloof dat God vandaag dingen wilt omdraaien. Dat die rouw, lijden, pijn kan omdraaien vandaag. En dat is exact wat we geloven, wat de opstanding is. En hij weet wat lijden is. Hij weet wat pijn is. Hij weet wat rouw is. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Hij is er allemaal doorheen gegaan, net zoals wij er soms doorheen moeten gaan. Maar hij heeft ook de overwinning erover behaald. En ik zit zelf ook niet in de meest geweldige periode. En ik weet dat er hier mensen zijn die door donkere seizoenen gaan in hun leven. Maar het is net dan dat we kunnen kijken naar die overwinning. Kunnen vooruitkijken dat Jezus dat gaat omdraaien. En kunnen geloven dat Jezus hier en nu ook al kan en wilt omdraaien.
Dat zelfs al gaan we door een donker, donker dal, dat we weten dat hij bij ons is, dat hij weet wat we meemaken en dat hij weet, dat wij weten dat hij de overwinning heeft behaald. Het graf is leeg. En de opstanding is een overwinning over onzekerheid. Een houvast, iets waar we ons leven kunnen opbouwen, een zekerheid waar we kunnen aan vasthouden. Een tweede ontmoeting, we zien Thomas, een van de volgelingen van Jezus, en hij ontmoet Jezus en hij zegt, ik wil eerst de wonden van de spijkers in zijn handen zien en ze voelen met mijn vinger. En ik wil met mijn hand de wond in zijn zij voelen. Anders geloof ik het niet. En daarna zei hij, Jezus zei tegen Thomas, kom maar en voel maar, kom maar ervaar maar. Kom maar, voel maar met uw vinger aan mijn wonden, voel maar met uw hand in mijn zij waar ik gestoken ben. En wees niet langer ongelovig, maar geloof. En toen zei Thomas tegen hem, u bent mijn Heer, u bent mijn God. Thomas' onzekerheid, Thomas' zijn ongeloof wordt omgedraaid in geloof. Als het echt waar is, de opstanding, dan hebben we een hoop en hebben we een zekerheid die diep gaat, die gegrondvest is. Dat niet gewoon een leuk verhaaltje is, niet gewoon wishful thinking of een slogan waar we ons leven aan kunnen hangen, maar iets als een storm komt in ons leven en die gaan komen, waar we aan kunnen vasthouden, waar we aan kunnen bouwen, zodat we niet bedrogen gaan uitkomen. Thomas krijgt een nieuw geloof. Maria kreeg een nieuwe vreugde, Thomas krijgt een nieuw geloof. Er zijn sommigen hier die een leegte meeslepen, die een onzekerheid meeslepen. En je zegt, ik heb geen idee waar ik mijn leven op zou kunnen bouwen. Ik heb geen idee hoe ik mijn leven zou kunnen leiden. Vandaag is de dag dat je de stap kan zetten. Die opstandingskracht is niet zomaar een verhaaltje. Het is een zekerheid waar we ons leven op kunnen bouwen. Jaren geleden leefde ik met zo'n leegte, met zo'n leeg hart, met zo'n onzekerheid. Tot op de dag dat ik heb gezegd, God, ik wil u volgen. Ik ga alles op alles stellen. En wat een zekerheid die ik heb gevonden, de rust die ik heb gevonden, het fundament dat ik heb gevonden waar ik mijn leven op kan bouwen. Ik aan het worstelen was met die vraag, waar kan ik mijn leven op bouwen? Dat betrouwen is. Dit is het, mensen. God wil vandaag een nieuw geloof geven aan mensen. Voor sommigen is vandaag de dag dat je gaat springen in zijn armen. Misschien voor het eerst, misschien voor de honderdste keer opnieuw. God, ik wil u vertrouwen. U bent mijn zekerheid. Niet omwille van wat ik doe of geloof. Nee, omwille van wat u hebt gedaan. Omwille van die overwinning. De opstanding was een overwinning over gebrokenheid. En Petrus, in de nacht dat Jezus was gekruisigd, er waren verschillende mensen in die nacht die hem hadden herkend. En die hadden gezegd, hey Petrus, hoort jij, zijt jij niet een van die volgelingen van hem? Hoort jij niet bij hem? En tot drie keer toe had Petrus gezegd, nee, zeker niet. Ik hoor niet bij hem. Uit angst, uit schrik, drie keer toe heeft hij Jezus verloochend, verraden. Terwijl hij al 3 jaar met hem op pad was. Al 3 jaar had hij ongelooflijke dingen gezien. En dan nog, in die nacht, verloochende Petrus Jezus. En hier zien we ontmoeting, heel bijzonder, voor het eerst dat Petrus en Jezus elkaar terugzien. Maar nu na de opstanding. En wat doet Jezus? Jezus staat niet met zijn vingertje klaar, met de hamer klaar, niet in boosheid of rancune. Nee, Jezus antwoordt in liefde en vraagt Jezus vraagt aan Petrus, houd je van mij? En Petrus zegt, ja, ik hou van u. En Jezus vraagt nog eens, houd je van mij? En Petrus zegt, ik hou van u. En voor de derde keer vroeg Jezus, Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? En Petrus werd verdrietig. 3 keer had Petrus Jezus verraden en 3 keer vroeg Jezus, hou je van mij? Petrus werd verdrietig omdat Jezus het voor de derde keer vroeg. Hij wist wat er gaande was, Petrus. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet dat ik van u hou. En toen zei Jezus, zorg goed voor mijn volk. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Petrus vindt hier een nieuwe vergiffenis, een nieuwe vergeving. In de opstanding. Een nieuwe vergeving. God staat met open armen klaar.
Hij staat niet klaar om Petrus af te rekenen op alles wat er mis is gelopen. Hij zegt, kom maar en ervaar die vergeving. Sommigen van jullie slepen met een bagage, met een remork van schuld. Je denkt van, God moest eens weten wat ik allemaal mis heb gedaan. Je moest eens weten wat er allemaal is misgelopen en de foute keuzes die ik heb gemaakt. En Jezus staat met open armen klaar en zegt, kom maar. Kom maar. Kom en ervaar, kom en voel, kom en leef met mij. Vandaag is de dag dat je die vergeving kan gaan ervaren. Jezus heeft die brug geslagen. Hij is naar ons toegekomen in onze gebrokenheid. Hij verwacht van ons niet dat we uit onze eigen modder en rotzooi kruipen, met allemaal dingen en regeltjes te doen. Hij is naar ons toegekomen. En is naast ons in de miserie, in de rotzooi, in de modder gaan staan. Heeft die brug gebouwd en er is vergeving in hem. In de opstanding mogen we weten dat hij ons nu kind van hem noemt. Zoon, dochter van de Hoogste Heer. Dat we vrienden van hem genoemd worden. Broeders en zusters. Dat we vergeven zijn. God is niet kwaad op ons. God staat met open armen klaar, Jezus. Om ons te ontvangen. Hij zegt, kom maar. Er is vergeving in het kruis. Er is vergeving in de opstanding van Jezus. Wat je ook hebt gedaan, hoe erg je ook denkt dat het is. Het heeft allemaal aan dat kruis gehangen. Hij heeft het allemaal overwonnen. Door na 3 dagen terug op te staan. En de overwinning, de opstanding was een overwinning over de dood. De ultieme overwinning. Hetgeen wat ons mensen allemaal bindt op een trieste manier. De gevolgen van onze keuzes. Die dood waar we allemaal door moeten. Heeft Jezus overwonnen. En als het echt waar is wat er op die dag gebeurd is, 2000 jaar geleden, opnieuw, dan is dit niet zomaar een verhaaltje, maar dan is Jezus wie hij zei dat hij was. Dan is God, God, dan is Jezus de koning die heerst over alles, over ons land, over maatschappijen, over het heelal en alles wat daar buiten zou liggen en ook over ons leven. Dan kan het niet anders dan dat dat een effect heeft op mijn leven. En wat ik ook meemaak, ik weet dat er een overwinning is. En als hij zelfs de dood kan overwinnen, dan komt het allemaal wel goed. Dan weten we als christen dat het allemaal goed komt. En dat we vertrouwen kunnen hebben. En dat deze plek hier op aarde niet einde is. Dat we de hoop hebben dat we ergens naartoe gaan. Dat het hier niet stopt. Dat we kunnen uitkijken, dat we op een dag oog in oog staan met hem. En ja, we moeten met hem nog doorheen die dood. Maar we weten dat we aan de andere kant er gaan uitkomen, omdat hij ons voor is gegaan. Dit is de krachtige, crazy boodschap van Pasen, mensen die we samen geloven. En dit is wat we zijn. Een groep mensen die deze boodschap gelooft. En zegt, dit heeft mijn leven aangeraakt. Dit is wat ik wil volgen. Dit is wie ik wil zijn. Dit is niet zomaar een verhaaltje. God wil jou een nieuwe vreugde geven. God wil jou een nieuw geloof, een nieuwe zekerheid geven. God wil jou een nieuwe vergiffenis geven, die er is. En hij wil jou een nieuw leven geven door de overwinning van de dood. We gaan zelfs terug zingen en als jij zoiets hebt, dit is voor mij. Ik wil teruggaan naar God. Ik wil die opstandingskracht gaan ervaren. Het is niet iets wat je moet doen of over een lat springen. Dit is, ik wou zeggen gratis, maar het is niet gratis. Het heeft hem alles gekost. Maar wij hoeven er niks voor te doen. En dan kan jij dat vandaag ervaren. Wat als dit echt gebeurd is? Dan is dit niet iets wat ons koud kan laten. Dan is dit niet iets wat ons leven zomaar kan laten zoals het is. Dan verandert dit alles. En dit is wat we vandaag vieren. Over alle tradities en kerkelijke stromingen heen. Dat dit gebeurd is. Laten we allemaal gaan staan. We gaan zelfs terug zingen. Ik wil nog bidden. Met alle hoofden gebogen, alle ogen toe, dan wil ik bidden als dit jouw
stap is. Als jij zoiets hebt van ik wil dit ervaren, ik wil die volgende stap zetten, dan wil ik je uitnodigen in dit moment om met mij mee te bidden. Misschien wil je je handen omhoog heffen als teken van geloof, als teken van overgave, om die kracht opnieuw te gaan ervaren. Die kracht is er voor jou. Laten we samen bidden. Heer, we komen tot u. We geloven dat u hier bent en we geloven dat u de overwinning behaald hebt. De overwinning over al het verdriet en lijden dat we meemaken. Overwinning over onzekerheden die we moeten doorstaan. Overwinning over gebrokenheid. Overwinning over de dood. Dat is wat we belijden vandaag. Dat is wat we geloven vandaag. Dat is wat we op staan vandaag. Heer, ik bid voor al die mensen die in dit moment die keuze willen maken om dit te ervaren. Die deze kracht wanhopig nodig hebben. Heer, laat hun die kracht vandaag ervaren in Jezus' naam. Niet omwille van mij, maar omwille van wat u gedaan hebt. Dank u dat we door die overwinning u kunnen ontmoeten. Dat u naast ons komt staan in ons leven. Dat we u persoonlijk kunnen gaan kennen. Heer, we draaien ons om van alles wat mis was, al onze gebrokenheid. We richten ons naar u. Heer, ik bid voor iedereen vandaag die moe is, die moe gestreden is, die in een donker seizoen zit. Vader, geef hun kracht. Laat hun die opstandingskracht ervaren. Laat hun vrijheid ervaren. Laat hun zien wie u bent in het midden van de storm. Verander omstandigheden, Jezus. We prijzen u voor wie u bent. U bent de grootste, u bent de hoogste. Heer, u hebt de overwinning behaald. Dat is wat we vieren vandaag. In Jezus' krachtige naam. U leeft. Amen, amen, amen. Laten we samen zingen, kerk. Zijn leven in het donker van die grote dag. Daaraan het kruis gemaakt voor zondaren, boete zijn bloed voor elke vloek. In laatste adem en het was volbracht. Hoe iemand had vermoed. Op dat moment schudde de grond en verscheurde het in heel de hemel klom en die mens
Wat een prachtige, prachtige paasdienst. En zo fijn om dat met zoveel te mogen vieren. Geweldig dat jullie hier zijn. Wat een krachtige boodschap, Jezus, die door zijn opstanding uit de dood alles op zijn kop zet. Ook voor jou. Hey, we zijn bijna aan het einde van deze paasdienst. Als je denkt, oh, ik heb zo'n kaartje, een uitnodiging gekregen en daarom ben ik hier vandaag, weet dat de deur elke week open staat, dat het niet alleen op uitnodiging is, maar dat je hier altijd welkom bent. Volgende week hebben we een hele speciale zondag. We zetten Pasen eigenlijk een beetje verder. We hebben doopdienst dan. Een heel mooi beeld van mensen die zeggen, hey, Jezus is mijn Heer, ik wil Jezus volgen en dat laat ik zien door mij te laten dopen. Dus als je dat fijn vindt, wees er zeker bij. Zelfde uur, zelfde plaats, wordt ook weer een feest. Dus we hebben dubbel feest, we doen 2 weken feest. En daar ben je ook heel hartelijk voor uitgenodigd. We hopen dat je niet meteen naar huis gaat. Paas is een feest dat we vieren, ook in de kerk. Dus we hebben heel veel lekkers. Ik zal al spoilen dat er chocoladefonteinen zijn. Dat was wel echt matig enthousiasme. Er zijn chocoladefonteinen. Ik ben alvast enthousiast. Ik hoop dat je blijft hangen, dat je napraat, dat we elkaar leren kennen daar. En dan gaan we nog 1 liedje zingen en dan zie ik jullie daar en ook volgende week. Doei, doei. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain, I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting, I'll praise when Café en graag tot de volgende!